ja, het zijn allemaal dingen die je nog nooit hebt gedaan en ook een beetje ja, afhankelijk van de groep. Je wilt natuurlijk niet dat je iets fout doet of dat er iets gaat gebeuren, maar op zich als je dan hier kwam en je zag het plein dat je zoveel plaats had en dat er eigenlijk zoveel ruimte was gecreëerd, dacht je wel van oké, er kan niet zo heel veel fout gaan. Goedemorgen en welkom en proficiat aan jullie op tijd dat je bed zijn geraakt deze morgen en niet geëist hebben om in de namiddagsessie te komen. Fort Lommel Proving Ground, enige Europese testterrein in ons land. In totaal meer dan 105 kilometer testbaan. Het doel is dat je leuke, creatieve, originele foto's maakt. Ga je te zacht remmen, ga je een te lange rem afzetten. Heel vaak. Echt proberen een blikje cola waar je plat staat. Okay. Zo stamt je op je enkel. Ja. Rechts. Oh, dat is. Ik wil remmen. Het leukste wat ik vandaag gedaan heb, was ook de remoefening in de Ford Focus Fiesta ST. Ik wilde daar heel lang eens mee rijden en heb ik nu kunnen doen op een leuke manier. Ook niet versnellen. Heb je gemerkt wat je doet? Wat je versnelt in één keer. De hoofdzaak is eigenlijk tegenstuur. Remmen, 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 remmen. Hoofdzaak is... Ik denk dat het wel echt een voordeel is als je hieraan kan meedoen, omdat je, ja, je hebt al de noodsituaties eens geprobeerd. Dus het is echt wel een meerwaarde voor in het dagelijkse leven als je op de baan zit om, het, ja, om te weten gewoon wat je moet doen in die soort situaties. Thank you.